ben uiteraard zeer tevreden dat jullie allemaal zo massaal gereageerd hebben op onze oproep om mee te debatteren in dit eerste stadsdebat. En dan nog op een ogenblik dat twee andere centrumsteden tegen elkaar in het voetbal duelleren op Europees niveau. Het is ook dit niveau die we vanavond natuurlijk willen halen. En terecht zou ik zeggen, want in de stadsdebatten willen we samen belangrijke keuzes maken over de toekomst van onze stad. Keuzes waarin we niet meer of niet min een voortrekker willen zijn. Vlaanderen is een van de meest volgebouwde regio's ter wereld en elke dag sneuvelen er nog 6 hectare open ruimte. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Omdat we zo verspreid wonen, staan we met z'n allen in recordfiles. De ruimtelijke ordening is totaal versnipperd en de groene ruimte wordt alsmaar schaarser. En dat heeft natuurlijk zijn gevolgen. En daarom wil de Vlaamse regering eigenlijk tegen 2040 een betonstop afkondigen. En Kortrijk is misschien wel de eerste stad in Vlaanderen die dit ten volle au sérieux neemt. Ik zou zelfs durven zeggen, we zijn hier al een tijdje mee bezig. Zo'n betonstop betekent in de eerste plaats dat je eigenlijk geen nieuwe open ruimte meer aansnijdt. En we hebben in Kortrijk de inventaris gemaakt van de woonuitbreidingsgebieden. En dat zijn er niet meer of niet min dan 100 hectare. Maar een betonstop betekent vooral dat je keuzes maakt over de ruimte die wel beschikbaar is of vrijkomt. De binnenstad moet verdichten. We moeten met z'n allen meer in stadskernen gaan wonen. En hoe zorg je er dan voor dat wonen in de binnenstad aantrekkelijk wordt? Daarom kiezen we er in Kortrijk bewust voor om niet mee te stappen in, laat ons maar zeggen, de red race van de kwantitatieve groei. We zetten in Kortrijk volop in op de kwaliteit van het leven in de stad. En dat willen we eigenlijk realiseren in de niet meer of niet minder dan 100 werven, zowel privaat als publiek, die momenteel in de stad worden uitgevoerd. We combineren verschillende functies op eenzelfde site. Een voorbeeld. Campus Kortrijk-Weide, een leegstaande NMBS-loods, bouwen we daar een nieuw stadsdeel. Met een vuifzaal, een Olympisch zwembad, een ecologisch stadspark, een school. We accentueren een van onze sterkste troeven, de leien, door de verlaging van de leienboorden rond de broeitorens. Die werken zijn zo pas begonnen. En vanaf volgend jaar nu al uitnodiging voor een tournée generaal op de leienboorden. En ook onze pleinen. Voor onze pleinen maken we slimme keuzes. Waar ze vroeger dienden als eenvoudige parking, gaan de auto's ondergronds en worden de pleinen groen en kindvriendelijk. En zo maken we van onze pleinen en parken de tuinen van de stadsmens. En zou je het erg vinden om wat kleiner te gaan wonen in de stad als je alles op wandelafstand hebt? Dus, u hoort het, een pleidooi voor kwalitatief wonen in de stad. Als we daar werk van maken, dan volgt de groei vanzelf. En er komen heel wat sites vrij. We zitten eigenlijk in Kortrijk met de unieke situatie dat we de luxe hebben om te kunnen kiezen. Ik geef 3 concrete voorbeelden van de tientallen hectare die in de komende jaren zullen vrijkomen in het hart van de stad. 1. De verhuis van de Kortrijkse ziekenhuizen naar Hoog-Kortrijk is volop aan de gang. En zo moeten we op zoek naar een nieuwe invulling voor het ziekenhuis in de Loofstraat. Met een prachtige Engelse tuin. Hoe kunnen we die ruimte, die plek, een plek van betekenis maken voor onze stad? Een ander voorbeeld van Marken. Op wandelafstand eigenlijk van het station. Van Marken verhuist naar De Lar. En een domein van 17 hectare op de Poppelberg komt vrij. Dus trouwens op die locatie staat er ook een uniek
de Koenen paviljoen van Expo 58, die misschien wel een betere plaats verdient. Maar belangrijk is dat we ons de vraag stellen, hoe gaan we die 17 hectare op een goede manier invullen? Gelegen en goed bereikbaar via het station, is dit een plaats om te werken of kunnen we daar ook andere bestemmingen aan geven? En een derde voorbeeld vinden we in de fabuleuze hallen van de oude metaalfabriek, de Meester in Heulen, die tijdelijk bezet is door ondernemers. Ook hier moeten we de vraag stellen, hoe krijgt deze site een goede, definitieve invulling? Kortom, dit alles maakt dus deel uit van een heel wat ruimer verhaal. Waar zullen we in de toekomst wonen, werken, ontspannen? Waar mag en kan er nog gebouwd worden in onze stad? Zullen we in een afzienbare tijd allemaal in een appartement wonen? Waar is er plaats voor groen, voor bossen, voor parken? Waar is er nog plaats voor kantoren en bedrijven? Allemaal vragen waar ik jullie uitnodig om over na te denken, want samen willen we bouwen aan een helder toekomstverhaal voor Kortrijk. En we hebben het al gezien met Kortrijk Spreekt, eigenlijk hoeven we niet bang te zijn van de burger. Laat hem mee beslissen, want dan komen ook de beste ideeën naar boven. En daarom hebben we deze stadsdebatten opgestart. En ik kan jullie, alhoewel dat het eerste stadsdebat vandaag nog moet plaatshebben, nu al uitnodigen voor het volgende stadsdebat op 19 april. Dat zal dan niet in een grote zaal gebeuren, maar dat zal aan kleinere tafels gebeuren waar er samen kan gedebatteerd, samen keuzes gemaakt worden, samen beslist worden en misschien wel een pact afgesloten worden. Dit alles moet er dan toe leiden dat we in het jaar, in het najaar, alles zullen bundelen in een soort nieuw ruimtelijk beleidsplan. En dat wordt dan de kapstok voor alle ingrepen in de ruimte van onze stad. En zo denken we niet alleen vooruit op lange termijn 2040, maar beginnen we vandaag al te bouwen aan het Kortrijk van 2025.